Hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van Studio Feyenoord, waar we wederom een selectiespeler op afstand mogen ontvangen. Dat is dit keer iemand die onlangs een aantal prachtige jubilea mocht vieren. 250 wedstrijden voor Feyenoord, 50 Eredivisie doelpunten en werd ook nog onlangs 32 jaar oud. Jens Toornstra. Toornstra, en die schiet hem schitterend binnen. En dat zou iets op kunnen leveren. Toornstra, uitstekend gedaan. En dan valt hij zo binnen van de voet van Toornstra. Met een geweldige aansluitingstreffer. Toornstra, en dan is het raak. En is de eerste de beste kans voor Feyenoord. Toornstra krijgt de bal, nou. Ja, Jens, mooie beelden van jou dit seizoen. 32 jaar geworden, zei ik al. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Afgelopen zondag op wedstrijddag. Is daar nog enige aandacht voor op zo'n dag dat er gespeeld moet worden? Ik werd gefeliciteerd door de jongens. Maar verder geen gebak voor de wedstrijd. Nee. Dus dat heb ik dinsdag na de wedstrijd gedaan. En verder niet bijzonder veel aandacht. Hoeft ook niet voor mij, hoor. Ja, maar zo gaat dat dus wel. Je trakteert wel als je jaag bent in de selectie. Ja. De meeste, of tenminste volgens mij iedereen, zorgt altijd wel voor een gebakje. En normaal gesproken wordt er ook voor je gezongen. Meestal onder leiding van Leroy. Ja. Maar dit jaar was dat niet zo bij mij. Dus vind ik niet heel erg. Nee, maar dan wordt er dus ook echt taart meegenomen. Gewoon een slagroomtaart staat er dan na de training. Ja, of gebakjes. Of soms ook suikervrij gebak. Het is niet altijd alleen maar zoet, dus daar wordt wel rekening mee gehouden. Mooi. Zelf nog wel kunnen vieren afgelopen zondag, nadat de 3 punten binnen waren? Mijn ouders zijn even langs geweest en mijn schoonouders. Maar verder was het niet een feestje zoals normaal. Helaas, maar goed, volgend jaar weer een nieuwe poging. Ja, laten we hopen dat het dan wel gewoon op een normale manier kan. Met een kindje erbij. Dat gaat ook nog allemaal gebeuren. Het zijn wat dat betreft wel roerige tijden op privégebied. Ja, het is nooit rustig in huis, Toornstra. Nee. Nee, alles gaat goed. Alles verloopt rustig. En we wachten het af. Het was afgelopen zondag een regelmatige zegen, zoals je dan noemt in voetbaltaal. Maar het was wel een belangrijke wedstrijd om te peilen hoe jullie ervoor staan met het ingaan van die finale van de Eredivisie. Wat was daar wat jou betreft het antwoord op? 3 punten. Dat is het belangrijkst. Wat je zei, het was een regelmatige zege. Het was niet bijzonder goed spel. Gelukkig zakten we niet zo door de ondergrens als tegen Emmen in de tweede helft. Dus 2-0 was oké. Okay. Ik denk niet dat we er heel tevreden over moeten zijn of kunnen zijn, maar in deze fase zijn de resultaten het belangrijkst, dus die 3 punten waren goed. Ja, jullie kwamen uit een lastige fase, zo de interlandperiode ingaan met 2 gelijke spelen. Hoe is het gevoel dan in de groep? Nou, er waren wel gevoelens van, dat willen we wel in ieder geval rechtzetten en we willen wel echt mee blijven doen. En de dag ervoor zie je AZ en Vitesse ook winnen, dus dan weet je dat je aan de bak moet en moet zorgen dat je bijblijft. En dat hebben we in ieder geval goed gedaan. Ja, het was op zich niet een maand om heel lang bij stil te staan, de afgelopen maand maart. Dat gaan we toch even doen, want wij mogen de speler van de maand maart bekendmaken. Jij was het vorige maand. Enig idee wie het dit keer zou kunnen zijn? Volgens mij had Nick wel een goede maand, voor mijn gevoel. Nick Marsman deed het goed, zeker. Ook in de verkiezing. Steven Berghuis deed het ook Steven goed. Steven misschien, ja. Ja. Maar de speler van de maand maart is geworden Jens Toornstra. Ben ik het, ja? Ja. Oh, dat wist ik niet. Van harte, Jens. Mooi. Ja. Dankjewel. Voor de tweede keer op rij.
Ja, kijk eens terug op die maand. Het waren 3 wedstrijden, niet veel. Ook niet de beste resultaten, maar jij stak er uiteindelijk in de verkiezing met kop en schouders bovenuit. Ja, dat is opvallend. Ik voor mijn gevoel zat ik er wel lekker in, maar na zo'n eigenlijk qua resultaten toch best matige maand. Ben je ook niet met zulke prijzen bezig, eerlijk gezegd. Dus voor mij komt het als een verrassing, maar ik ben er uiteraard blij mee. Want ik zei, ik zit er voor mezelf op zich wel oké in. Maar goed, ik had liever iets meer punten gehaald, zodat we wat beter in de ranglijst zaten. Maar goed, je kan niet alles hebben. Nee, het was een maand, wat ik al zei, 3 wedstrijden gespeeld. Je hebt eigenlijk in die 3 wedstrijden... telkens op een soort andere positie gespeeld. 1 keer met de punt naar achter. 1 keer wat je gewend bent in een van de 2 aanvallende posities. En 1 keer op een soort tweemans middenveld bij PSV uit. Dat zegt wel wat over dat je ook, als je elke keer rouleert van positie, door de supporters als beste verkozen wordt. Ja, dat doet me goed. Dat ze mij waarderen op de positie waar ik speel. Is vooral dit jaar wel dat ik vaak verschillende posities op het middenveld in moet nemen. Leroy is natuurlijk een tijdje geblesseerd geweest, waardoor ik zijn positie heb moeten overnemen. En deze maand vroeg de wedstrijd tegen PSV een ander middenveld. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik mijn steentje kan bijdragen iedere keer. Ja, heb jij jezelf ook dit seizoen wat dat betreft een beetje opnieuw uitgevonden, wat die positie betreft? Nou ja, ik heb dat wel een keer eerder gezegd, dat toen ik in het begin van het seizoen daar kwam te spelen, dat het wel wennen voor me was en dat het niet echt een positie was waar ik mezelf zag. Maar goed, noodgedwongen daar veel wedstrijden moeten spelen en ja, ik heb de positie wel kunnen gaan waarderen. Ja, wat vind je leuk? Wat waardeer je eraan? Nou, je hebt het spel meer voor je. Je krijgt vaker de bal, je kunt het spel wat meer verdelen. In de aanvallende posities gaat het vaak om de laatste paas of om een kaatsje hier en veel loopacties. En nu gaat het meer om het spel verdelen. En dat ligt me op zich wel. Maar moet je jezelf, als je in het veld staat, echt een soort afremmen, inhouden om je aanvallende impulsen niet te veel de kans te geven? Ja, dat is wel echt het geval. Ik ben van nature natuurlijk een lopende jongen die vaak graag diep gaat. En op de 6-positie of op de controlerende positie is dat, moet je dat een stuk minder vaak doen. En moet je zorgen voor de controle en dat de verdediging, restverdediging ook goed staat. En dat was in het begin vooral voor mij wel heel erg schakelen. En ik heb nog steeds wel af en toe momenten dat ik van achter word gecoacht dat ik moet blijven. Dus er is zeker nog wel verbetering mogelijk. Maar het is wat meer nadenken. Ja, hoe werkt dat in de organisatie? Je zegt je bent verantwoordelijk voor de restverdediging of die moet je in ieder geval in de gaten houden. Op het huis passen zijn ook termen die je dan tegenwoordig hoort. Maar wat betekent dat in de praktijk? Wat wordt er van jou verlangd? Normaal gesproken zorg ik natuurlijk dat ik in de 16 ben bij aanvallen. Zodat ik positie kan innemen om in scoringspositie te komen. En nu ben je toch vaak bezig met het zorgen dat je 1 man extra over hebt achterin. En daarvan ben ik er vaak 1. En wat ik zei, soms loop ik toch nog naar voren en dan hoor ik Erik achter me schreeuwen dat ik een stapje links of rechts moet. Dus daar moet ik wel goed op blijven letten. Maar ja, dat houdt het een beetje in eigenlijk, vooral in het verdedigende opzicht. Ja, maak je minder meters dan op je vorige vertrouwde positie? Ja, dat valt wel mee. We krijgen natuurlijk iedere week de statistieken. En ja, ik loop vaak toch nog wel meer dan 11,5 kilometer, dus het zijn meer links-rechts loopjes die ik maak dan echt de diepte in. Maar qua aantallen valt het wel mee. Ja, je hebt veel posities op het middenveld afgewisseld. Je hebt er ook even niet in gestaan. Bekende verhalen die we bijna elk seizoen met elkaar bespreken. Maar je staat er weer. Het is wat dat betreft een seizoen zoals zoveel. Maar wel weer een lekker seizoen op persoonlijke basis, denk ik. Ja, zeker. Ik denk dat ik een goed seizoen draai. Voor mezelf persoonlijk hoor. Qua team vind ik dat we te vaak punten hebben laten liggen of niet goed genoeg hebben gespeeld. Daar ben ik natuurlijk zelf ook, heb ik mijn deel aan. Maar ja, los van dat heb ik wel een oké seizoen, ja.
Ja, die positieveranderingen, dan wordt er automatisch ook gekeken naar het systeem dat Feyenoord volgend seizoen lijkt te gaan spelen. Die 4-3 met de punt naar voren. Ja, er wordt veel gesproken over jou, over wat jouw rol daarin zou kunnen zijn. Het lijkt erop dat juist met die twee controlerende middenvelders, jouw nieuwe rol waar je nu aan het wennen bent, jou op je lijf geschreven is. Omdat je dan misschien ook wat meer naar voren zou kunnen in die controlerende rol. Ja, het zou kunnen. Ja, ik kan me voorstellen dat jij er zelf nog helemaal niet mee bezig bent, maar toch zo'n systeem? Nou ja, wat je zegt, ik ben echt bezig met het slot van dit seizoen. En wat volgend seizoen komt, zien we dan. De speelwijze van de nieuwe trainer is wel bekend natuurlijk met de punt naar voren. Ik denk dat ik daar in iedere positie zou kunnen bekleden, maar goed... Dat is wat ik vind. En volgens mij maakt de trainer de beslissingen, dus dat moeten we maar afwachten. Ja, lopende 10 zou je ook uitstekend kunnen doen, bijvoorbeeld. Denk ik wel, heb je wel aangetoond. Ja, maar heel goed en terecht als je eerst focust op de eerstkomende wedstrijden. We gaan het straks hebben over FC Utrecht, maar in zijn algemeenheid die finale, daar hadden we het al over. Welk gevoel leeft er in de groep? Wanneer zijn jullie tevreden aan het eind van dit seizoen? Ja, bij het halen van... dit is lastig. Je wil het liefst Europa League halen natuurlijk. Dan moeten we derde voor gaan worden. We staan nu 7 punten achter. Dus dat is een behoorlijk gat voor 6 wedstrijden. Maar dat is wel het doel. Ja, het grote doel. Ik denk dat we daarvoor alles moeten gaan winnen. En er komen nog zware wedstrijden aan, maar het is zeker niet onmogelijk. Ja, te beginnen met FC Utrecht, daar gaan we straks over praten. En over de prachtige jubilea die Jens Toornstra afgelopen weken heeft mogen vieren. Dat doen we na de break. Hartelijk welkom terug bij Studio Feyenoord met bij ons de gast op afstand Jens Toornstra. Die onlangs een aantal prachtige jubilea mocht afvinken bij Feyenoord. 250 wedstrijden voor Feyenoord. 50 eredivisie doelpunten en still counting. Hij is bezig aan zijn 7e seizoen bij Feyenoord. Dat is een hele lange tijd, getuigen deze beelden. Goedenavond, welkom bij Feyenoord TV. Met in deze uitzending veel aandacht voor de wedstrijd van gisteren, Feyenoord FC Utrecht. Maar eerst naar de man die overkwam van datzelfde FC Utrecht en zojuist bij Feyenoord heeft getekend. De inkt is nog nat, maar hij staat al naast me, Jens Toornstra. Hoe blij ben jij met deze contractondertekening? Ja, super blij. Echt, het is gewoon fantastisch om voor zo'n club, zo'n grote en mooie club te mogen spelen. Dus ik ben heel trots en erg blij natuurlijk. Ja, er hebben al veel berichten in de media gestaan dat dit een droom is voor jou die uitkomt. Misschien ook sommige berichten een beetje overtrokken, maar dit is een mooie club. Dit is een fantastische club en wat ik zei, ik ben echt super blij en trots dat ik de clubkleuren mag dragen. Ja, uitstekende beelden Jens. Gelukkig zijn we er iets zelfverzekerder op geworden in de loop van de jaren. Ja, het zag er een beetje zenuwachtig uit, hè? Zomer van 2014. Inmiddels 255 wedstrijden verder. Dat is wel een krankzinnig aantal. Dat zijn heel veel. Ik denk, toen ik daar stond naast jou, had ik dat niet verwacht. Maar in de loop van de jaren is het toch zo gekomen. En ik hoop dat er nog een aantal bij mogen komen. Ja, waarom is dit zo'n goede match? Ja, dat is een goede vraag. Dat moet je misschien niet aan mij vragen, maar ik heb het hier gewoon naar mijn zin. En Feyenoord is club naar mijn hart. En ik weet niet, ik doe gewoon mijn ding en het gaat zoals het gaat. Nee, maar om in de clichés te blijven. Ja, maar ook een cliché, voor een goed huwelijk zijn er twee partijen nodig. Jij hebt daar deel aan. Jij zit inmiddels al 7 seizoenen bij Feyenoord. Dat is ook jouw keuze geweest. Ja, zeker. Omdat Feyenoord een mooie club is, hebben we een hele mooie periode gehad. Natuurlijk van 2-3 jaar met veel prijzen. Dan zie je echt hoe groot de club is en wat je kunt doen met een spelersgroep naar een stad toe. Dat heeft me zoveel gegeven en zo'n goed gevoel ook. Ja, dat wil ik gewoon nog een keer meemaken. En wat ik zei, ik ben hier gelukkig. Ik heb het naar mijn zin. Dus ik zit goed. Ja, precies. Want je zou kunnen zeggen, 32 jaar oud. Ik ga nog eens een keer het grote avontuur opzoeken. Maar dat trekt jou niet, hè? Nee, dat,
die ambitie heb ik vroeger wel gehad, maar die heb ik eigenlijk een beetje losgelaten. Nou, om de bekende redenen. En ja, we moeten nu maar zien hoe het gaat lopen. Het heeft natuurlijk ook te maken met, we hebben het net heel even over gehad, met de nieuwe trainer, wat zijn plannen en ideeën zijn, ook met mij. Maar voor nu zit ik goed. Ja, als je naar die beelden kijkt, naar je eerste interview bij Feyenoord, hoe anders ben je geworden qua mens, qua voetballer, dan ten opzichte van de persoon die daar stond? Nou, je ziet wel dat ik daar heel zenuwachtig ben en misschien een heel klein beetje onzekerheid ook nog. Maar nou ja, ik ben hier wel volwassen geworden, denk ik. En zelfverzekerder. En ja, een andere rol in het team ook in gaan nemen in de loop van de tijd. En ja, dat heeft me wel een beetje gemaakt tot wie ik nu ben, ja. Ja, veel trainers meegemaakt ook bij Feyenoord. Meer dan een handvol. Vormt dat je ook als speler? Ja, misschien wel een beetje. Ja, wat je zegt, heel veel trainers gehad. Maar eigenlijk konden iedere trainer wel mijn waarde kunnen bewijzen. En ja, dat doet ook wel goed natuurlijk. Als je ziet dat gebeurt. En dat geeft ook wel zelfvertrouwen. Dat het dus niet per se aan een trainer heeft gelegen dat je hebt gespeeld. Maar dat het echt vanuit jezelf is gekomen. Ja, en dan kom je dus tot echt krankzinnige getallen. 255 wedstrijden inmiddels. Doet oud-teamgenoot Robin van Persie even een duit in het zakje door te zeggen: Jens is een clublegende aan het worden. Het goede seizoen dat hij zelf draaide, geeft hij voor een groot deel op jouw konto, omdat jij hem goed bediende. Ik weet dat je het altijd lastig vindt om met dit soort dingen geconfronteerd te worden, maar wat doet dat met je? Ja, normaal zou ik dat ook niet zo heel snel zeggen, maar ik las dat stukje toen ik bijna bij de club was, in de auto. En ja, het vervulde me echt met heel veel trots. Als zo'n speler met zo'n staat van dienst zulke dingen over je zegt, dan word je daar wel heel erg blij van, ja. Ja, mooi. En ook nog eens de 50 Eredivisie doelpunten gepasseerd in die wedstrijd tegen VVV. Daar maakten wij een mooie ESPN special over. Nog steeds te zien op het YouTube-kanaal van Feyenoord. De top 50 Eredivisie doelpunten van Jens Toornstra. We hebben een aantal mooie doelpunten daar uitgepikt. Toornstra! Ja! Toornstra, ja ja. Prima goal. Toornstra voor de goal. En 1-0 Feyenoord. En dat wordt gemaakt door Toornstra. En daar Toornstra, mooie goal zeg. Doorkoppen Toornstra. En ja. Het is weer een wedstrijd in de Kuip. Toornstra scoort. Het is een weergaloos doelpunt. Ja, prachtig. 50 doelpunten hebben wij toen op een rijtje gezet. Het zijn er inmiddels ietsjes meer. Maar er komen een aantal gigantische doelpunten voorbij. De vraag die je altijd al 100.000 keer aan je gesteld is, welke voor jou dan de meest waardevolle is. Eredivisie doelpunten. Eredivisie. Ja, tegen Sparta denk ik. Ja. Maar dat is als je wel een van mijn mooiere doelpunten, ja. Het is rondom jouw jubilea veel gegaan over jou in podcast over Feyenoord. Er wordt heel vaak de doelpunten die je tegen PSV en tegen FC Utrecht maakte in het kampioensjaar aangehaald. Omdat je daar, nou, dat werd er mooi gezegd in de Gain Galoe podcast over jou, dat je daar eigenlijk alles wat Jens Toornstra is terugkwam in die wedstrijd tegen FC Utrecht en tegen PSV. Het loopvermogen, zo'n heel middenveld van de tegenpartij aan gort lopen en mooie doelpunten maken. Kan je je dat voorstellen? Dat het over me ging, bedoel je? In die nee, ja, dat veel mensen dat een soort van de belichaming van jou vinden. Ja, nee, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. En dat waren ook wel mooie doelpunten. Maar je vroeg mij wat het mooiste doelpunt was. Ja. En qua uitvoering vond ik die tegen Sparta het mooist. Maar de goals tegen Utrecht en PSV waren uiteraard ook heel erg belangrijk, ja. Zeggen dit soort cijfers jou wat? Nou ja, ik ben er nooit vooraf zo mee bezig. Maar als je er dan op het moment zelf mee wordt geconfronteerd, dan ja, 250 wedstrijden voor Feyenoord. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die dat kunnen zeggen. Dan word je daar wel blij en trots van, ja, zeker. Ja, en als je daarbij ook nog eens die 50 doelpunten inmiddels meer Eredivisie doelpunten bijpakt, kan je dan tevreden zijn over zo'n gemiddelde?
Denk ik wel. Is 1-5, toch dan? Nou, voor een middenvelder zou iets beter kunnen, maar het is zeker niet slecht. Dus qua statistiek is het wel goed, denk ik. Ja, over statistieken gesproken gaan we kijken naar de statistieken die horen bij de eerstkomende wedstrijd. En dat is in de Galgenwaard. FC Utrecht tegen Feyenoord. Feyenoord neemt het zondag in stadion Galgenwaard op tegen de nummer 7 van de Eredivisie, dat afgelopen zondag met 4-1 te sterk was voor ADO Den Haag. Feyenoord staat vijfde en won zijn laatste wedstrijd verdiend met 2-0 van Fortuna Sittard. Eerder dit seizoen speelden we in de Kuip tegen FC Utrecht met 1-1 gelijk door doelpunten van Mark van der Marel en Lucharel Geertruida. Jurgensen terug Berghuis. Er stonden er nog een paar en dit is Geertruida! Die maakt 1-1. En weer komt Feyenoord dus langzij. Geertruida, de doelpuntenmaker. Onlangs in de Europa League al scoorde tegen CSKA Moskou in dit stadion. Zorgt nu voor de gelijkmaker. FC Utrecht-Feyenoord is vaak een lastige wedstrijd voor ons, maar we hebben wel een overwicht in stadion Galgenwaard. Van onze 50 eerdere competitieontmoetingen in Utrecht wonnen wij er 22, speelden 16 keer gelijk en 12 keer gingen we onderuit. Vorig seizoen pakten we in onze laatste wedstrijd van 2019 3 zwaar bevochten punten door wereldgoals van Orkun Kukcu en Jens Toornstra. Het zal niemand verbazen dat Steven Berghuis dit seizoen weer de topscorer is van Feyenoord. Onze captain staat op 16 competitiedoelpunten en is er nog 2 verwijderd van zijn meest doeltreffende seizoen in de Eredivisie. In het seizoen 2017-2018 maakte hij er voor Feyenoord toen 18. Bulthuis zit weer helemaal mis. Vente met ruimte. Vente terugleggen, Berghuis met de kans om zijn 18e te maken. Dat doet hij ook. Het is 2-0 voor Feyenoord. In de 41ste minuut is de tweede van Berghuis die nu op 18 doelpunten staat. Prima balletje richting Berghuis. Dan gaat hij sliding maken terwijl hij gewoon de bal weg kan tikken, Bulthuis. Dat leidt dan tot deze goal. Een onbegrijpelijke verdedigende actie van Bulthuis. Feyenoord profiteert. Zijn allereerste goal op het hoogste niveau van Nederland maakte hij als speler van FC Twente op 4 december 2011 tegen FC Utrecht. Brian Linssen maakte tegen Fortuna Sittard zijn 8e competitiegoal van dit seizoen en kan in de komende wedstrijden voor het 5e seizoen op rij 10 eredivisiedoelpunten maken. Brian is de enige eredivisiespeler die dit kan presteren over de laatste 5 seizoenen. Voor Jens Toornstra, Mark Diemers en Nick Marsman is de wedstrijd van zondag een bijzonder weerzien. Jens speelde 48 eredivisiewedstrijden voor FC Utrecht, Mark deed dit 41 keer en Nick Marsman stond 1 competitiewedstrijd onder de lat voor FC Utrecht. Dick Advocaat sloot in 1984 op 36-jarige leeftijd zijn spelerscarrière af in Utrecht en in het seizoen 2018-2019 was hij de coach van FC Utrecht. Bij FC Utrecht treffen we zondag 2 oude bekenden. Simon Gustafsson speelde tussen 2015 en 2017 17 competitiewedstrijden voor ons en in dezelfde succesvolle periode kwam Elgero Elia 55 competitiewedstrijden in actie voor Feyenoord. Elia, voor het schot. Voor het schot! Oh! Wat een wereldgoal is dit, zeg! Wat een fantastische goal van Elgero Elia! Editie nummer 52 van FC Utrecht Feyenoord in de Eredivisie gaat zondag om 11:15 van start en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkely. Deze wedstrijd is live te zien op ESPN2 en hou ook onze Feyenoord social media kanalen goed in de gaten voor de laatste updates over dit duel. We sluiten af met niemand minder dan Jens Toornstra die vorig seizoen FC Utrecht Feyenoord op schitterende wijze besliste. En daar Toornstra, wat een goal! Fabelachtige goal van Jens Toornstra. Nou, een schitterende Feyenoord aanval. Er is geen sprake van buitenspel. Gelukkig maar zou je er bijna aan toevoegen. En Toornstra, één stuit, vol te vreef. Technisch zo knap gedaan door Jens Toornstra. Een wereldgoal. En Feyenoord leidt met 2-1. Ja, over mooie doelpunten gesproken. Fantastische doelpunt vorig seizoen in de Galgenwaard. Het zou dit jaar het jaar van FC Utrecht moeten worden. Jouw oude ploeg natuurlijk ook. Spreek daar nog met mensen, met Mark van der Marel volgens mij. Heb je nog veel contact? Hoe is de sfeer bij FC Utrecht op het moment? Nou goed, ze hebben natuurlijk
het begin van het seizoen veel punten laten liggen. Maar ik denk dat ze na de winterstop wel goed bezig zijn. Ook onder de nieuwe trainer veel punten aan het pakken zijn en echt aan het stijgen. Ze zitten Groningen nu op de nek. Of in de nek, sorry. Ja. En ja, ze zijn denk ik aan een goede opmars bezig. En ik hoop dat die even tijdelijk wordt gestopt. Ja, je hebt inmiddels heel wat wedstrijden daar al gespeeld met Feyenoord. Het zijn altijd open wedstrijden, heb ik het idee. Ja, klopt. Zijn nooit makkelijke wedstrijden ook voor ons. Zo eerlijk moeten we zijn. Maar inderdaad, open wedstrijden. Het kan vaak beide kanten op. Alleen dit keer moeten wij zorgen dat hij onze kant op valt. Zeker wat we eerder bespraken. Dat wij een goede finale van het seizoen moeten gaan draaien. Ja, zeker weten. Want in dat kader lijkt het wel echt een sleutelduel. Als je het nu niet wint, alles minder dan winnen, is te weinig om aan te blijven haken. Ja, zeker. Spijker op z'n kop. Ja, dus dat betekent ook vol op de winst spelen. Dat is tegen een ploeg als FC Utrecht risicovol, maar kan ook een hele mooie wedstrijd op gaan leveren. Ja, en vol op de winst spelen betekent niet dat je overal maar één loopt. Wij moeten gewoon vanuit de organisatie gaan spelen. Zoals we heel veel wedstrijden hebben gewonnen met Feyenoord. En vanuit daar op zoek gaan naar resultaat. Ja, precies. En dan, ik heb er alle vertrouwen in dat kan gaan lukken. Mooi, mooi. Laten we daarvan uitgaan met eenzelfde resultaat als vorig seizoen. Op zijn minst. En weer met een prachtig doelpunt van jou als het er even kan. Zou lekker zijn. Zou ik vertekenen, ja. Mooi. Dankjewel Jens. En we zien je snel weer. Succes komende zondag. En jullie bedankt voor het kijken. Na het weekend zijn we natuurlijk weer terug op ESPN. En dan gaan we praten over die wedstrijd FC Utrecht tegen Feyenoord. Bedankt voor nu. Goed weekend en graag tot maandag.